We zijn hier in Huis Berg, een prachtig middeleeuws kasteel. In de uiterlijke verschijningsvorm waarin het nu is, is het uit de 14e en 15e eeuw. Het was het stamslot van de heren van den Berg, die vanaf de 15e eeuw zich ook graaf mochten noemen. En uiteindelijk is het kasteel vererfd door de Hohenzollerns, is het in Duitse handen gekomen. En die vonden dat toch wel wat lastig, want zij hadden hun stamslot in Siegmaringen. En ze hebben het uiteindelijk te koop gezet, dit prachtige kasteel. En in 1912 is het gekocht door Jan van Heek uit de textielfamilie in Enschede. In de ontvangstzaal kun je eventjes op je in laten werken dat je in een enorm groot kasteel beland bent. Van de ontvangsthal kom je dan terecht in de hal met het trappenhuis. En als je dan op de begaande grond blijft, dan kom je eerst terecht in wat wij noemen de troonzaal. In deze troonzaal staan in het midden prachtige 16e eeuwse stoelen van perenhout. En dat zijn eigenlijk de enige meubels die nog in het kasteel waren toen Jan van Heek het kocht. In deze zaal hangen ook prachtige kunstwerken. Onder andere een heel groot houten beeld van Maria met het kindje op haar arm. Dat is wat genoemd wordt een Marianum. Het kindje Jezus heeft een vogel in zijn hand. En ja, de vraag is even, is dat gewoon een houten vogel die zijn vader, Jozef, de timmerman, voor hem heeft gemaakt? Of is het misschien een vredesduif? Dat zou ook kunnen. Grenzend aan de troonzaal is dan de Italiaanse kamer, waar de prachtige kunstwerken uit de vroege Renaissance van Italië hangen. En daar weer achter is de studeerkamer van Jan van Heek. In de Italiaanse kamer zijn werken te zien van vroege Italiaanse schilders, zoals Niccolò di Segna, Duccio en navolgers van Simone Martini. Alle grote Italiaanse kunst uit de 14e en 15e eeuw is hier met een aantal werken vertegenwoordigd. In de studeerkamer van Jan van Heek zien we zijn bureau staan, zijn vertrouwde attributen die hij op zijn bureau had liggen, twee prachtige grote kluizen waar hij zijn kostbaarheden in bewaarde, portretten van zijn familieleden, eigenlijk ja, wat iedereen zo in zijn studeerkamer heeft staan en hangen. We hebben de studeerkamer van Jan van Heek intact gelaten, omdat op zo'n manier de mens Jan van Heek heel dicht bij je komt als bezoeker. Als je trappenhuis inkomt, dan hangt daar ook allemaal kunst. Op de begane grond een heel mooi portret van Hendrik van den Berg. Het is geschilderd aan het begin van de 17e eeuw door Otto van Veen, de leermeester van Rubens. En het is een statieportret. Het is namelijk Hendrik van den Berg in harnas, in ruiterharnas. Prachtig met goud versierd. En het is een portret ten voeten uit. Als je dan met de trap naar boven gaat, het trappenhuis verder in, dan kom je portretten tegen van Habsburgers. En uiteindelijk, als je helemaal op de eerste verdieping bent, dan zijn daar ook vroeg Duitse portretten, dus uit de 16e eeuw. Huis Berg heeft een grote verzameling middeleeuwse manuscripten. Dat zijn dus boeken die met de hand geschreven zijn voor de uitvinding van de boekdrukkunst. En daarvan zitten er ruim 70 in de collectie en ook nog eens ruim 70 losse bladen. Die manuscripten zijn vaak heel mooi versierd met hele kleine schilderijtjes. En ja, er zijn dus heel veel van dat soort kleine schilderijtjes te zien op de eerste verdieping. Naast de manuscripten zijn er ook hele bijzondere incunabelen te zien. Dat zijn wiegedrukken. Dat zijn dus boeken die gedrukt zijn, ja, zeg maar in de tweede helft van de 15e eeuw, toen de boekdrukkunst net was uitgevonden. En dat zijn ook hele bijzondere boeken.
Jan van Heek vond dat dit kasteel opengesteld moest worden voor het publiek. En dat zijn collectie ook voor iedereen te zien moest kunnen zijn. Dus hij heeft collectie en kasteel ondergebracht in de stichting in 1946. En vanaf dat moment waren de rondleidingen in het kasteel mogelijk. En vanaf het begin van deze eeuw is het dus ook mogelijk om het kasteel op eigen houtje te bezoeken.